Ik weet niet of ik een status als sekssymbool heb. Volgens mij helemaal niet. Maar nee, niet dat ik weet in ieder geval. Nee, ik weet niet of je dat hebt in Nederland. Volgens mij is dat Chris Segers. Je bent in de war. In de nieuwe musical The Full Monty zullen Charlie Luske en zijn medespelers in vol ornaat te zien zijn. Ja, je bent helemaal naakt. Ja, dat is dus letterlijk blootgeven inderdaad. En omdat het een rol is, is het... Ik bedoel, het is wel echt naakt, maar je speelt gewoon een rol. En het is wel jouw piemel die daar hangt, zeg maar. Maar het is gewoon... Ja, je bent acteur, dus dan hoort dat er gewoon bij. En functioneler dan dit wordt het eigenlijk niet, het naakt. Dus ja. De show gaat over een stel werkeloze mannen. Die allemaal hun eigen probleem en issues hebben. En een van die mannen, mijn rol, Barry, die komt ineens op het idee om te gaan strippen, om geld te verdienen. Omdat hij de Chippendales dus ziet en hij ziet hoeveel geld daarvoor betaald wordt. Dus hij denkt, dat kunnen wij ook. Alleen moeten we wel alles laten zien. En vandaar ook de Full Monty. Sommige mensen komen wel naar het theater, die denken van, blote piemels en leuk. Maar die zien een te gekke show. En de meeste die, als we de reacties lezen op blogs en zo, dan is het heel veel van, we kwamen eigenlijk wel een beetje om een platte reden. Maar dat waar we aan het eind dachten, oh ja, dat komt ook nog. Dat is helemaal vergeten en dat is heel goed.